Middelvaart. Ja. Al die camera's ingebouwd in het schip. En dit is dus gemaakt van een bepaald soort materiaal. Wat lasbaar en soldeerbaar is. Nog wat. Ja, er zit iets met een andere menging er doorheen. Ja. Fosforbrons. Fosforbrons. Ja, zoiets, ja. Ja, prachtig. Echt een werkschip. Die Boca lift is ook groot, hè? Die Boca lift is ook een enorm ding. Ja, die was toen niet operationeel, wat wij. Nee, ik heb hem niet zien varen. Bij die Rotterdamse jongens. Hey. Hey. Hey, daar is hij weer. We zien de onderkant ook een keer. Ja. Ja, inderdaad. Zo ziet de onderkant uit. Prachtig mooi. Met iets minder licht. Ja, helaas. De lampjes aangezet. Ik kan de onderkijk hebben. Al die camera's die op die spoelen daar liggen, toch? Die haspels. Ja, ja. Dat is jouw beeld. Ah. Nee, dat. Ik hoop dat je de vriendschap kunt gebruiken. Ik ben heel spijtig dat je ze niet hebt. Dit wordt nog een ding. Dit ding is groot, Ralf. Moet je kijken. Gigantisch ding. Enorm. Dus die container op schaal. Container is op schaal. Sorry. Serieus. Jee, mag niet. Zo groot is dat ding. Is dat 50 meter container of zo? Ja, 40 voet. 40 voet. 40 voet. 12 meter. Ja. Dat is 4 meter 35 model. 4,35 lang. 4,35, schaal 1,50. Net als die andere. Een beetje gaan. Alles is 51. Met de donkere kleding, zeg maar, dat is onze club. Alles 51. Ja. Om een beetje bij elkaar te passen. Weet je, als je aan het varen bent en je vaart met een 1 op 33 sleepel. Nee, nee. Nou, die weegt wel 50 kilo. Wat weegt dit? Drie. Ik even kijken, dit is tot water. 50. 600 kilo, 7? 500 kilo. Althans. Dat gaat hij wegen als hij in het water ligt en hij moet op waterlijnniveau. Ja, je moet hem ballasten waarschijnlijk. Er liggen daar op de grond liggen gewichten van zo rond de 18 tot 20 kilo. Okay. We moeten er allemaal op vaste plekken inleggen. En dan zak je heel langzaam op waterniveau, waterlijnniveau. En dan kan je ermee mee varen. Ja, want hij heeft zelf aandrijving. Ja, twee kleine motortjes. Okay. Ja, dat is echt bizar. Er zitten zulke schroeven onder en er zitten zulke motortjes in. Ja, maar goed, dat draait rustig rond, denk ik. Het is koppel. Ja, ja. Dit kan eruit, dan kan je dus aan de binnenkant, je kan hem ook in elkaar monteren. Want hij gaat in tweeën, anders hoe moet je een dieplader hebben? We gaan er morgen om 11 uur gaan we ermee varen. Hier al. Hier in het bakje. En dan moeten we met man of, we zijn met z'n zevenen, en die hebben van alle zeven nodig om hem te tillen. Dan laat je hem eerder met 70 kilo boot in je handen. Maar doe je met banden eromheen en om je nek of zo? We kunnen aan de achterkant kunnen we ijzeren pennen erin steken. Aan de voorkant ijzeren pennen. Ja. En wat we doen is hem even optillen. Dan leggen we houten balkjes eronder. Ja. Dus dan lopen de vier met een houten balk, zeg maar, naar de waterlijn. En dan, maar dan moet je in het water gaan staan om hem erin te Ik heb een waterpak bij me. Ja, ja. De achterkant is licht, dus ik doe straks het waterpak aan. Ja. Loop ik achteruit water in.
Ja. En dan hoop ik dat de anderen me vasthouden en dat ik hem laten zakken. Oké. Waanzinnig. Maar, weet je, we hebben hiervoor ook een kraanschip gehad, die is ooit gestolen. Nou. Wie had dat nou? Hoe? Hij stond in een aanhanger in Utrecht. Ja. En waarschijnlijk hadden drugsdealers of weet ik het wat, hadden de aanhanger nodig. Dus ze hebben de aanhanger meegenomen. Het schip erin. Waarschijnlijk het schip, de aanhanger opengemaakt en gedacht van, oké, wat doen we hiermee? Nooit meer teruggezien. Nooit teruggezien. Nee. Dus ja, dan ga je iets nieuws bouwen. Ja, hoeveel kan je tillen met die zware? Hebben jullie uitgetest? Ja, 3 kilo. Meer willen we niet. Nee, zo zeggen. Waarschijnlijk zal die meer kunnen tillen, maar ja, dat hebben we gewoon niet gedaan. De romp is van hout, met daaromheen polyester en matten. De binnenkant is die gepolyester, de buitenkant polyester. Ja. Dit is van plastic. Dat hebben we 3D getekend, een 3D programma. En vervolgens hebben we het uit laten frezen. Nou, dan krijg je zo'n stapeltje plastic. En dan denk je van, oh, waar zat ook weer welk stukje? Nou, ja. Hij is niet zo heel ingewikkeld, dus. Maar het is een project. Onderschat zullen we niet zeggen, maar het is wel heftig. Ja, handenvol. Omdat het zo groot is of omdat het zoveel op zit. Kijk, nu is het dek is helemaal kaal. Ja. Ja, dat is niet de bedoeling. Weet je wel, in het echt staat er ook een reling. Maar ga eens 4 meter reling maken. Ja, en dan niet alleen 4 meter aan deze kant, dan moet er ook 4 meter aan deze kant. Heeft er ooit al iemand opgezeten als hij in het water ligt? Hebben we het niet gedaan. Moet je het doen? Het kan. Ja, je kan hier met 2 man op gaan zitten. Ja, het enige is belasting. Ja. Ja, nee, dat trekt hij allemaal wel. Het enige is, hij is zo ondiep. Ja. Als je een beetje beweegt, dat je water schept. Omdat je natuurlijk bovenop het dek zit. Ja, en dan heb je de stabiliteit niet. Nou, en dit is natuurlijk niet gewoon. Dan gaat hij gewoon een paar 100 kilo in, hè? Die gewoon klopt wel met de werkelijkheid. Maar hier gewoon, zonder persoon erop natuurlijk. Ja. Er staat deze boot. Waanzinnig. Ja, echt. Super. Echt schip. Maar het echt die 50 keer zo lang, 50 keer zo hoog, 50 keer zo breed en 5000 keer zo zwaar, denk ik. Moet je je voorstellen dat als je... Wij mochten dan een keer aan boord komen kijken, hè, met het ding. Maar wij zijn dus in het echt maar zo groot, hè? Nou ja, het viel mij op. Ik denk, dit is gewoon een grote container. Dit is schaal, hè? 51. Dus, moet je zo'n vrachtwagen 51 pakken? Dat zijn zulke dingetjes, hè? Je kan met zo'n vrachtwagen met dat erachter rustig een rondje rijden hier ook. Geen enkel probleem. Het is een grootste parkeerterrein. Een varend parkeerterrein. Centimeter. Dus, Breedte. Dat is ongelooflijk.